Dit is mijn tweede video over de managementboekverkiezing van het jaar 2022. Voor degenen die de eerste video hebben gezien, toen had ik een doos met 17 boeken naast me staan. Inmiddels heb ik daar eind augustus een tweede doos bij gekregen met 11 boeken. En er gaat nog meer komen. Het grootste gedeelte moet zelfs nog komen. Per jurylid worden er zo'n 60 tot 70 boeken beoordeeld. En je werkt in duo's. Dus je beoordeelt beide apart die boeken. Verschil je van mening, dan komt er zelfs nog per boek een derde lezer bij. Nu hoor ik jullie denken, dat zijn best wel veel boeken. Hoe doe je dat in hemelsnaam? Nou, ik weet niet of jullie de uitspraak kennen van Mahatma Gandhi over hoe je een olifant opeet. Nou, zijn antwoord was heel simpel, in kleine deeltjes. Dus ja, dat doen wij ook. Het is gewoon beginnen met lezen bovenaan de stapel en leeskilometers maken. Bestaat dat woord? Ja, dat woord bestaat echt. Google er maar eens op. Er zijn ook handige hulpmiddelen voor om die leeskilometers te registreren. Lees je al die boeken dan ook helemaal? Die vraag heb ik ook al een paar keer gehad. Nee, dat lukt natuurlijk geen mens in die ruim 6 maanden, 60, 70 boeken helemaal lezen. Nee, je begint met de achterflap, dan de inhoudsopgave, het voorwoord, de inleiding, de eerste hoofdstukken. Als er een samenvatting is, neem je die ook nog mee. Je kijkt naar de bijlagen en als het boek bevalt, dan lees je waarschijnlijk nog wel wat, maar nooit helemaal tot het eind in detail. Nou, zoals gezegd, ieder jurylid beoordeelt op een aantal punten. Dat zijn er 7. Te beginnen met praktisch, origineel, actueel en leesbaar. Die zijn duidelijk, hè, die eerste 4. Daar wordt ieder boek op beoordeeld. Vervolgens kijken we of het boek bestendig is. En wat bedoel ik daarmee? Of wat bedoelen we ermee? Daar bedoelen we mee of die actuele boodschap ook in de toekomst gaat werken. Nummer 6, waarop we beoordelen, is de onderbouwing. Hoe ziet de bronvermelding eruit? Is dat voldoende? En tenslotte, hoe ziet het boek eruit? Verzorgd, layout, lettertypes, illustraties, afbeeldingen, noem maar op. Al die 7 onderdelen krijgen een cijfer van 1 tot 5 per jurylid. Dat wordt bij elkaar opgeteld en daar komt een gemiddelde uit. Dus het totaalpuntenaantal wordt door die 7 gedeeld. Zoals gezegd, mochten er verschil van inzicht zijn, en die zullen er absoluut zijn, die zijn er al, dan komt er een derde jurylid bij. Nou, ter afronding van dat eerste deel van die beoordeling geeft ieder jurylid ook aan of het boek op de longlist kan komen te staan. In potentie, hè? Daar komen uiteindelijk circa 50 boeken te staan. Nou, daarmee is het eerste deel van die beoordeling en deze video daarmee afgerond. In een volgende video neem ik jullie mee naar de bijeenkomsten die wij met de juryleden hebben. Daarvan zijn er een stuk of 6. We hebben er inmiddels 1 gehad. En ja, vechten we elkaar daar de tent uit of gaat het op basis van consensus, goed overleg? Ik ga het jullie vertellen in de volgende video. Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje.